Petra Dijkstra organiseert jaarlijks het Paradepaadje, de kunst- en cultuurroute in de gemeente Littens-Radiel. De route loopt door 6 dorpjes en er doen ruim 75 kunstenaars aan mee. Petra zelf maakt tekeningen, kalligrafeert, fotografeert en maakt gedichten. Polderdijk. Wil jij met mij liggen? Liggen in het hoge gras? Turen naar de viervliegjes die dansen met de wind. Laten we verder gaan, verder langs de polderdijk. Luisteren naar de vogels en de stilte van elkaar. Laten we gaan lopen, lopen langs de polderdijk. Genieten van de vertes, zon, lucht en elkaar. Zullen we gaan zitten? Zitten aan de waterkant. Staren naar de spiegeling in het water en elkaars ogen. Dankjewel. Paradepaadje is een kunst- en cultuurroute hier in Littens-Radeel. En dat gaat door 6 dorpjes. En dat begint meestal in Lutkewierum, Bozum, Wieuwert, Britswert, Ites en Rien. En we hebben ongeveer 35 locaties op die route. En elk jaar nodigen we daar weer kunstenaars voor uit. En meestal zijn het er rond de 70, 75 kunstenaars. En dichters doen er sowieso ook altijd mee. Hè. En muziek en theater, wat maar op ons pad komt, dat stoppen we er allemaal in. Okay. Hoe ben je eraan begonnen eigenlijk? Hoe is het ontstaan? Nou ja, om een lang verhaal kort te maken. Ik had op een gegeven moment zoiets van, nou, ik heb nou lang genoeg gewerkt, ik ga leuke dingen doen. En dan komt de vraag van, wat ga je dan doen? Ja, nou ja, dan heb je zo'n lijstje, hè, waar een stuk of 10 van die dingen op staan. En dan ga je strepen. En, ik bezocht natuurlijk zelf altijd al heel veel kunstroutes en dat soort dingen. Toen dacht ik, ja, maar dat kan ik zelf ook wel. En nou, dat is eigenlijk de reden geweest dat ik zei, dat ga ik gewoon proberen. En nou, dat is uiteindelijk Paradepaadje geworden. Het verhaal gaat, zo begint het, hè. Dan moet je mensen zijn er verliefd, hè. Nou, dan weten we allemaal wel hoe dat werkt. Daar word je niet altijd vrolijk van. En dan heb je de bloemen en de bijtjes, hè, dat bekende verhaal. Nou, jongen, daar gebeurt het, hè. Nou ja, dit is gevolg. Dan loop je op het strand met je hele harde kinderen. Want dat is gevolg van de bloemen en de bijtjes. Daar kunnen we ook niks aan doen. En dan zit je in het schuitje, hè, dan ben je mooi de lul. En zo dobbert dat allemaal wat door, hè. Jaren. Door bedenken van... Ik wou dat die vent eens op zo de midden. Maar ja, dat doet hij niet, hè? Nou ja, tot het uiteindelijk toch gebeurt, hè? De breuk. Het is afgelopen. En vond de gemeente Littens-Radeel het ook leuk? Dat weet ik niet. Die heb ik niet gevraagd. Nee. Geen vergunning? Nee. Nou ja, je vraagt. In het eerste jaar heb ik wel een vergunning aangevraagd, natuurlijk. Want ja, je weet niet precies hoe dat werkt. Maar toen werd ik door insiders al gezegd, jij bent hartstikke gek. Dus dat heb ik één keer gedaan, daarna niet weer natuurlijk. Dat is ook helemaal niet nodig, want het is namelijk allemaal op locaties bij mensen op het terrein. Maar je zorgt er voor wat meer drukte in de gemeente. Jongen, het is zo druk. Ja. We hebben allemaal verkeersregelaars en dat soort dingen onderweg. Maar, nou ja, natuurlijk zorgt het wel voor meer drukte. Maar dat is precies hetzelfde natuurlijk. Littens-Radeel heeft nog een kunstroute. En dat is een atelierroute. Ja, en daar komen natuurlijk ook mensen. En daar is ook niks speciaals voor geregeld. Maar ik zorg altijd wel dat ik mensen achter de hand heb. EHBO en dat soort dingen. Dat is er allemaal wel. Oké. Doe je zelf ook mee? Ja, want dat is de uitdaging, hè, voor mezelf om toch iets te bedenken om mee te doen. Ik ben geen kunstenaar, maar ik spin nog wat, zeg ik altijd. Nou, en dus ik verzin elk jaar wel iets om eraan mee te doen. Het eerste jaar heb ik iets met foto's gedaan, geloof ik, bij de buren op het terrein. Allemaal foto's van Lutkewierum. Ja. Maar als je de oprit afloopt, dan kijk je naar Lutkewierum. En het jaar daarop heb ik het kippenbordeel gedaan. Wat is dat? Nou, dat is heel spannend. Vooral voor die kippen. Maar
Nou ja, ik had daar, ik heb een hok, een oud kippenhok en dat had ik opgeschilderd. En daar had ik allemaal van die nepkippen in gedaan. En onze Ken van de Barbies, die zit in een auto en die komt dan op bezoek bij de kippen. Nou, dat soort ongein heb ik ervan gemaakt. Met allemaal pluche, rood en... En komen de mensen dan af op jouw kippenbordeel? Nou, kijk, ja, natuurlijk. Ja, dat is een domme vraag. Hè? Tuurlijk komen ze daarvoor. Nee, maar het kippenbordeel was bij mij in de tuin het tweede jaar. En we hadden meer dingen hier in de tuin, hè? Beelden en dat soort dingen. Dus dan automatisch komen ze natuurlijk langs dat kippenbordeel. En dit jaar nou, had ik mijn fotocollages. Tenminste, dat zou mijn fotocollages hangen. Maar die waren te laat, die had ik besteld op aluminium, maar die waren te laat klaar. Dus toen heb ik de originele er neergehangen, maar ja, dat is eigenlijk niet de bedoeling. Maar goed. Je maakt fotocollages, wat doe je nog meer allemaal? Nou ja, net als ik zei, ik ben een spinselaar, hè. Dat slaat nergens op. Je maakt spinselkunst. Ik maak spinselkunst, ja. Nou ja, dat is een zelfverzonnen iets natuurlijk, hè, want ik... nou ja, je moet wat bedenken, hè, om jezelf een beetje bezig te houden. Maar nou ja, ik schrijf gedichtjes. Haiku schrijf ik, gedichtjes. Ik maak, nou ja, zoals dit bijvoorbeeld, wat ik om heb. Dat is een haiku, maar dan weer in een sieraad verwerkt. Nou, ik maak inderdaad die fotocollage. Ik fotografeer elke dag. Nou, waar we nu staan bijvoorbeeld, dat is het punt waar ik altijd fotografeer, elke morgen. En nou, van die foto's knip en plak en doe ik. En dan maak ik weer collages van. En dan krijg je weer een heel leuk, gek landschap. En kalligraferen doe je al, begrijp ik? Ja, de kalligraferen. Ik had vorig jaar les in kalligrafie. En nou ja, dan begin ik straks in januari begin ik daar weer mee. Want ja, ik beheers dat natuurlijk nog niet. Maar ik vind het heel leuk om te doen. Valt natuurlijk wel mooi samen met je dichterschap. Ja, met dichterschap, met een beetje met verf omknoeien en dat soort dingen. Dus ik probeer dat allemaal bij elkaar te voegen. En ik maak kleine tekeningetjes. Nou, en met die tekeningetjes en mijn haiku's, daar maak ik ook weer één geheel van. Daar doe ik volgend jaar mee aan een paradepaadje. Want dan is het tekenen, talen en ambacht is het thema. Nou, dan probeer ik... aan taal iets mee te doen. Hè? Nou. Naast het paradepaadje heb ik iets nieuws bedacht en dat is paradepaadje op pad. En nou, de pilot is straks in mei in Bolsward. En dat heet Beestachtig Bolsward. En dat vindt plaats in de magnifieke Broerenkerk in Bolsward. Nou, daarvoor zijn 10 kunstenaars uitgenodigd. 5 die ook wel eens mee hebben gedaan een paradepaadje. En de rest komt eigenlijk overal een beetje vandaan. En nou, alles moet met het thema beestachtig te maken hebben. Dus er zijn veel die iets met beesten hebben. Maar je kunt beestachtig natuurlijk ook op een andere manier invullen. Dat is aan de kunstenaar wat ze ermee doen. Maar het wordt gewoon een heel spectaculair iets. En daar heb ik vreselijk veel zin in. En als die pilot een beetje gaat zoals ik hoop dat die gaat. Dan gaan we de Friesland mee in. En dan gaan we op meerdere plaatsen dit soort dingen organiseren. Ik ben heel benieuwd. Ik ook. Dank je. Ja.